Een voorbeeldje nog. Ik heb in ieder geval nog LP's gekocht. Maar bijvoorbeeld genoeg artiesten die tegenwoordig denken van ja, als ik goed spul wil hebben, breng ik het uit op vinyl. Nou, je krijgt een aantal van dit soort voorbeelden via mijn collega René van Hoven, want die is in... Ja, RLP, daar komt een artiest binnen. Met zijn eigen LP, Koen Fu. En hij heet ook met zijn artiestennaam Koen Fu uit Eindhoven. Ja, hoeveel van deze LP's heb je laten persen eigenlijk? Ik heb van deze een minimaal aantal moeten laten persen van 500. Dat zegt de fabriek dat dat minimaal de afname is. Ja, ja, nou hebben we tegenwoordig mp3'tjes, dipjes downloaden. En jij kiest voor vinyl, de ouderwetse LP. Waarom? Onder andere omdat ik het zelf heel belangrijk vind dat al die andere items die je noemt, de digitale items, zijn zeer onverkoopbaar geworden. Hè? Dus je kunt heel veel energie erin steken in zo'n opname en in vormgeving, productie, lancering, bla bla. Maar het is vrijwel onmogelijk geworden om nog iets terug te verdienen van die investering. Terwijl in de vinylbranche, dat is een redelijk onkopieerbaar item, digitaal. Dat wil zeggen dat het niet zo makkelijk te sharen is tussen telefoons en pc's. Dus ik zag hier en in een hele hoop andere fysieke dingen, zoals merchandise en zo, nog een manier om ook wat te verdienen als artiest. Want dat is helaas de noodzaak. Ja, want eigenlijk moet je zeggen, door al dat illegale downloaden en zo valt er voor een artiest geen brood bijna meer te verdienen. Dat klinkt nog positief. Eigenlijk, ja, het is eigenlijk een wereld geworden waarin het heel normaal is dat je bijna twee banen op nahoudt om te kunnen en mogen onderhouden hier wat eigenlijk je vak was. Dus ik doe hiernaast ook nog werk. Ja, ik snap het. Zware tijd voor artiesten. Maar we gaan even over de mooie LP hebben. Ja, want is daar nog belangstelling voor? Zijn er mensen die dat kopen? Ik schrik ervan. Zo'n warm onthaal en zoveel voldoening dat ik beleef nu bij de release van deze. En, voor mij zit dat nog een beetje begonnen sinds Facebook. Dat je een veel persoonlijkere, een multifunctionelere stoel bekleedt als vroeger. Vroeger was je natuurlijk gewoon met de gitaar. Nu ben je ook de directeur van je platenmaatschappij en de communicator met je publiek. Maar mensen willen daar ook voor betalen, dus voor een LP. En ze schrijven daarbij leuke brieven terug en gave reacties. En mijn Facebook-pagina staat dagelijks vol met dankbetuigingen van mensen die aanstoot nemen aan de creativiteit en dat beantwoorden met creativiteit en foto's maken. Ja, het leuke is natuurlijk ook, je hebt weer een echte platenhoes met alles nog wat erop, zelf ook ontworpen. Alles, ja, ik heb voor de grap dit product tot in alle details zelf opgenomen. Ja. En we kunnen het niet draaien nu, want we hebben niet direct een backup erbij, maar eventjes, wat voor muziek is het die je maakt? Ik maak nogal eclectische muziek, dus het gaat zover als van rock naar de prachtigste akoestische stukken.